Kom verder. Hallo. Wij zijn de Groenste Delftenaar omdat het ons gelukt is om een energie-neutraal huis te bouwen. Dit is onze warmtepomp. Het is een Delftse onderneming. 100 meter de grond in, achterin onze tuin, hebben wij een lus. En die warmt in de zomer vooral het grondwater op. En zorgt voor de warmtepomp voor een stabiele temperatuur. Ik heb in mijn kamer heb ik 3 dubbel glas. Op deze fiets vind ik altijd naar school. Als wij staan te douchen, dan wordt de warmte die normaal gewoon het riool in zou gaan, de warmte wordt afgevangen in dit huis. En die gaat ook onze bron in. Dus de warmte wordt teruggewonnen. We hebben allemaal in het huis LED-verlichtingen. Bij de bouw van het huis hebben we natuurlijk ook geprobeerd zoveel mogelijk duurzaamheid te vragen aan de aannemer. Dat betekent dat we zoveel mogelijk hergebruikt constructiehout hebben toegepast. En wat we ook gedaan hebben, we hebben de zonnepanelen op het dak al tijdens de bouw in werking gezet. En wat ik zelf heb geplaatst is deze verbruikmeter. En dan kan ik ook heel goed volgen wat de opbrengst is van de zonnepanelen. We proberen natuurlijk elke dag ook zo milieuvriendelijk mogelijk te wonen. En dat betekent dat we ook een moestuin hebben. Sla, andijvie, spinazie en broccoli. En die staat in bloei. Die kunnen we denk ik volgende week of zo wel plukken of zo. Stem op ons!